Met het overschakelen van het huidige ADSL-netwerk naar glasvezel zal Telesuur veel minder klachten krijgen. Tot die conclusie komt het management van Telesuur. Volgens Rahed Ghazi, manager Customer Care and Support, zal de overname of migratie zeker zorgen voor minder klachten. Het gaat niet alleen om de overname, maar ook het aansluiten van nieuwe klanten op het glasvezelnetwerk. Het is zo dat met het oud netwerk, toch, het bestaat veel al uit hangkabel, oud hangkabel aansluitingen. Het is ook kabels die heel erg oud zijn. Die ook al aangetast zijn door wind en weer. En die klanten gaan we allemaal overbrengen op FTTH. En door dat te doen gaan we sowieso minder storingen krijgen van deze klanten. Ik kan een voorbeeld noemen. We hebben dit al gedaan bij het Santa Boma gebied. We hebben bepaalde straten daar overgenomen. En we zien dat we van zeg maar rond de 70% storing dat we hadden, dat we helemaal terug zijn gegaan naar 3% voor zo'n gebied. Gewoon het netwerk vervangen, aansluiten op glasvezel. De migratiewerkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd, zegt onderdirecteur commerciële zaken Stephen Chitrotaruno. Hij geeft aan dat dit project ervoor moet zorgen dat er minder problemen met het netwerk zijn in de verschillende gebieden. De vervanging in dit traject is voor de klanten kosteloos. Het kost ons wel wat per aansluiting, maar het is kosteloos voor de klant. Maar daarom vragen we de klant ook om medewerking. Weet je waarom? Medewerking in die zin van dus dat wanneer wij in dit traject in een gebied zijn, waar we de klant of in een straat zijn van een klant, dat we zoveel als mogelijk medewerking vragen van de klanten om de aansluiting, de fiber to the home aansluiting, thuis bij de klant te kunnen maken. Want, dus we proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze resources. Dus vandaar dus dat ik wel vraag als de klant ook haar medewerking zou willen verlenen, om daar waar wij de klant zullen benaderen voor een afspraak, dat de klant beschikbaar is, zodat we de aansluiting kunnen maken. En wij gaan van onze zijde in ieder geval ervoor zorgen dat we ook op tijd aanwezig zijn bij de klant, zodat we ook daadwerkelijk de aansluiting kunnen aftikken. Dat was Stephen Chitrotaruno, onderdirecteur commerciële zaken van Telesuur. Momenteel worden klanten van Paramaribo Noord en Zuid, Domburg en Houttuin overgezet op het glasvezelnetwerk. Er is een periode van 6 maanden uitgetrokken voor het migreren van meer dan 11.000 bestaande klanten.